We zijn in een van de meest sneeuwzekere skigebieden van Oostenrijk. In ieder geval van het Salzburgerland. We verkennen Obertau. Om hier te komen zit je zo'n 10 uur in de auto en dit is een comfortabele reis. Het grootste deel gaat over de snelweg. Kom je aan een raadstad, dan ga je nog 20 minuutjes via een hele toegankelijke en mooie slingerweg naar boven. Het dorp zelf ligt op 1630 meter en vanuit dit gezellige dorp kan je overal de lift naar boven pakken. En dit is heel kenmerkend van Obertau. Het dorp is het centrale punt van het 100 kilometer tellende skigebied en de pistes liggen om het dorp heen. Je kunt dus om het dorp heen skiën en deze route is al voor je uitgezet, de Tauronronde, en je bepaalt zelf dat je hem rechts of links omskiet. Het gebied is niet erg groot en de afdalingen die zijn niet erg lang, maar het gebied is wel erg overzichtelijk, waarbij het grootste deel van de afdalingen blauw zijn. Maar ook rode en zwarte afdalingen zijn hier te vinden, zoals deze zwarte 2A, dit is een vies wildgripafdaling. Maar wil je nou nog meer uitdaging, dan moet je bij de Kamsleitenbaan 2 zijn en hier vind je echt een hele pittige zwarte afdaling. Om van de ene naar de andere kant te komen in het gebied, moet je soms een vlak stuk overbruggen. Maar weet je de weg, dan weet je precies wanneer je snelheid wil maken en dan hoef je niet te prikken. De kinderen kunnen de bobbiesroute volgen en dan kom je uit bij het Monsterpark, wat erg overzichtelijk is en een mooie plek om te leren skiën. Ook heb je hier een spooktunnel en ze hebben hier zelfs een slalom. Op de berg vind je leuke restaurantjes om te lunchen met prachtig uitzicht, maar je kan ook zo terugskiën naar je accommodatie om daar wat te eten. Wil je een keer niet skiën, dan is er heel veel anders te doen, zoals snowkiten. Je kan met paard en wagen op pad en langlaufen. Doe je na het skiën graag een drankje, dan kan je terecht in een van de afgeski tenten in Obertau. En dat is de reden waarom de Duitsers hier graag naartoe komen. Krijg je niet genoeg van het skiën, dan kan je op maandag en donderdagavond bij de Edelweissbaan je skidag verlengen. En heb je een skidag van 2 dagen of meer, dan zit dit er gratis bij. Ben je op zoek naar een sneeuwzeker en overzichtelijk skigebied met een gezellig dorp en leuke afgeski, dan is Obertau misschien iets voor jou.